Drie oefeningen die je zeker in je rugtraining zou moeten doen. Hi, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag ga ik het met jullie hebben over drie oefeningen die je zeker in je rugtraining zou moeten doen. Namelijk de pull-up, de Australian pull-up en de face pull. Waarom deze drie oefeningen? Nou, bij de pull-up hang je natuurlijk verticaal en dan pak je wat meer de verticale vezels van je rug als je omhoog trekt. Bij de Australian pull-up zou je wat meer de dwarse rugspieren pakken en bij de face pull pak je wat meer de trapezius mee. Ook zal ik je tips geven om de oefeningen perfect uit te kunnen voeren. Nou, hier zie je de pull-up. Bij de pull-up is het belangrijk dat je eerst je schouderbladen naar elkaar toe knijpt en dan pas omhoog trekt. Minimaal met je kin erboven, rustig terug laten zakken en dan weer helemaal in de dead hang komen. Helemaal uithangen dus. En dan voordat je omhoog trekt, eerst je schouderbladen weer naar elkaar toe. Dus je schouders in depressie brengen en bovenin ook nog wat in retractie. Trek je het naar achteren toe. Hetzelfde geldt voor de Australian pull-up, zoals je hier kan zien. De Australian pull-up kun je natuurlijk lichter en zwaarder maken. Door de stang wat hoger te zetten maak je hem wat lichter. En door de stang wat lager te hebben of je voeten wat meer omhoog te brengen maak je hem zwaarder. En natuurlijk kun je hem nog zwaarder maken door gewicht toe te voegen. Belangrijk bij de Australian pull-up is dat je iedere keer de stang tot aan je borst trekt. Dus je buik of bovenbuik of onderkant borst moet de stang iedere keer raken. Lukt dat niet meer? Stop dan gewoon. Ook hier geldt schouderbladen naar achter trekken, dus retractie. En je schouders ook laag in je romp houden, dus depressie. Bij de hele beweging. Nou, bij de face pull, zoals je hier kan zien, spreek je wat meer de trapezius aan. En als je hem ook nog omhoog uitstrekt, pak je nog veel meer van die coördinerende spieren achterop je schouders. De rotatorcuff spieren. Deze oefening is heel belangrijk om een goede ontwikkelde trapezius te krijgen en om die onderliggende, ondersteunende spieren te trainen. Deze spieren moeten ook echt sterk zijn, wil je blessurevrij blijven. Doe deze drie oefeningen in je rugtraining en je zal zeker sterker worden in je algehele rug. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Geef dan een like, geef een comment en deel deze video met anderen die er wat aan hebben. Mijn naam is Martin Kokken vanuit de Gym Houten. Tot de volgende keer.